het is vandaag alweer 1 september, zondag. En we leven om 12:39, net 12:30 geweest. De poesjebeestjes hebben al eten gehad, behalve Frodo en ik nog. En een bakje koffie. En dan gaan we straks naar het Zutphenpark, Timmerpark. Ja, hij heeft twee namen. Daar hebben we dan zomerdromen. Dus dan gaan we gezellig met z'n allen dromen over hoe de zomer is geweest. Nou, hij was heerlijk, of niet al? Ik vind van wel. Maar oké, okay, ook welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En meneer begint al te moppen van vrouw, schiet nou even op. Hé, ja nou? Oh ja? Oh ja? Is het zo? Ja? Oh, nou ja, jullie weten het. En hier is er nog één. Onze Eeuwin, maar die heeft al gehad. Hé? Ja nou, jij hebt al gehad, een meisje. Ja. Maar oké, okay, lieve vrienden, het is mooi weer, ik heb de deur open. Het is bewolkt, de zon die schijnt, we hebben van alles een beetje wat. Heb ik nog geen regen gezien of gehoord of wat dan ook. Dus, maar maakt ook allemaal niks niet uit. Nee, ja, je bent een schatje. Ja, ik zie zo'n... Ja, ik kom eraan. Ik kom eraan. Ze zeggen, deze camera gaat weer mee. Geen GoPro, want daar is het te druk voor. Dus ik neem enkel deze mee. Waar ik vloggen kan, daar vlog ik. Ja, simpel wat. Ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie zien. En wat jullie zelf gaan doen. Later. Ja, lieve vrienden, ik ben me weer aan het klaarmaken om te vertrekken. Ik doe wel een jas erbij aan. Dit is maar zo'n jasje, want het is maar 18,5 graden. Ja, het scheelt dus een jas. Maar ja, ik heb blote armen. En als ik die jas erbij aandoe, die ik nou moet hebben, dan begint dat te zweten en te plakken en te doen. En dat voelt ook niet lekker. Dus een dun dingetje eronder. En ik heb de kaartjes bij me. Die zitten hier al in. Dus ja, genoeg bij me om rond te delen. En we hopen dat we kunnen genieten. Ik zou zeggen, tot straks. Doei, doei. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Hier zijn we dan weer aanbeland bij de zomerdromen. Ja, we hopen dat we het gezellig zullen hebben. Er ging al net wel een gillende ambulance langs. Maar oké, okay, dat is op de weg en niet hier. Maar ik wens jullie veel kijkplezier. Hier en daar zal ik natuurlijk eventjes de camera erbij pakken. Nu doe ik hem weer eventjes dicht. Ik zou zeggen, geniet! Nou, hebben we daar nog een... Ik mag jou niet op de camera hebben, schat. Dan moet ik je afschermen. Ja, als het van papa mag, mag het. Dat is toch een lama, of ben ik zo gek? Weet u ook wat dat van dier is? Dat is toch een lama, die bruine? Ja. Leuk, hè? Echt wel leuk. Je gaat niet spugen, hoor. Je moet niet hebben, hoor. Ik film. Ja.
Ja, lieve vrienden, ik heb de markt weer 3-4 keer gehad en het is moeilijk om overal maar bij te kunnen komen. Je krijgt van veel mensen een hele grote mond. Ja, loop maar door hoor, ik ben aan het vloggen en ik ben mezelf. Dus. Maar in ieder geval, je krijgt heel veel grote mond, ook van oudere mensen. Verrot op, je hoort hier niet thuis, even verder weg. Wat? Hebben wij boosterhouders, rolstoelhouders, noem maar op, geen rechten? Natuurlijk, wij mogen net zo goed als een ieder ander. Wij hebben evenveel rechten, net als ieder ander. Daar staan ook twee mensen op een scootmobiel. Dus ja, het mag gewoon. Punt. Kinderen, er lopen ook mensen met rollators. Moeten die dan ook maar verdwijnen? Nou, nee. Moeten mensen met kinderwagens verdwijnen? Nou, nee. Lopen zelfs mensen met hondjes. Dat vind ik wel weer erg. Zielig voor de hondjes. Worden op de pootjes getrapt. Ze worden in het nauw gedreven. Het is zo gigantisch druk. Maar ik ben wel aan het vloggen geweest bij mensen die een groep vormden. Ze waren met z'n vieren, dus een kwartet. Ja, dat was heel leuk. Ja, vond ik wel. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk hebben gevonden. En zo ja, doe dan een duimpje omhoog. Ja, ja, en ik ga nog eventjes on tour. En mocht ik nog wat zien wat mooi of leuk is, laat ik het jullie zien. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. We zijn nu bij een manege aanbeland. Ja, en dat heet De Bruin. Paardenmanege De Bruin. En ik ga eventjes eromheen, even kijken. Ben ik bang van paarden. Ik vind ze wel mooi hoor. Maar ik ben er bang van omdat ik ooit één keer in het verre verleden een schop van heb gehad. Van een paard. Ja, maar wat doe je eraan? Twee keer niks. Daarvoor was ik nooit bang, maar nu wel. Ik zag ook nog een veulentje. Zoals de F1 zoom, want daar lopen nog veel meer paarden. Ik ga aan het rennen. Ik rij even een stukje door. Beter in beeld. Ja. Hé? Komen jullie alleen maar beter in beeld? Ja, ik vind ze heel erg mooi. En op afstand ook heel erg lief. Maar ik wil niet een tweede schop hebben. Nee. Dan rijden we weer een stukje door, want er lopen nog veel meer paarden daar. Ik moet ook om de paarden vlaaien denken, dat ik daar niet doorheen rijd. En ik sta nog ingezoomd, ook dat nog. Zo, lijkt me beter. Mooi hè? Ja, nou, we gaan weer verder. Ik zit op een weggetje dat was vroeger alleen nog maar grit en kuilen en gaten. Het is nou geasfalteerd. Dus moet ik er overheen gaan weer na zoveel jaar. Dus even zien waar we ook alweer uitkomen. Want dat weet ik even niet meer. Maar komt goed. Nou,
van, hier kom ik ganzenrikjes tegen. Ik zeg altijd ganzenrikjes. Het zijn dus natuurlijk ganzen. Maar ja, als ze hier aankomen, ze lopen weg. Jammer, maar ze zaten dichterbij. Ik hoop dat jullie ze mogen zien. In het water zijn er ook. Weer wat pompen bladen. Mooi hè. Ja, de natuur is mooi. Ik ben om Huisduinen heen gereden. Tenminste, ben door Huisduinen. Ja. Ik ben er een beetje omheen gereden. Nou ja, we gaan verder. Hallo lieve vrienden, en we zijn weer thuis, zoals jullie wel allicht zien. Die loopt te mekkeren en te doen. Hé, ja, gekkie. En die riep al. Hé, hier, die zijn allemaal lief. Kan nog die buiten. Dus ja, lieve vrienden, ik ben blij dat ik weer thuis ben, want ik heb pijn in mijn hoofd ervan, dan weet je het wel. Ja. En het wordt zwaar bewolkt, onweer in de lucht, ook dat nog. Oh, wat een hond. Ja, een kanalfje, nou die zit dus buiten, zoals ik al zei. Heiger. Je bent een heiger. Ja. Hé, kan dat? Gewoon eens gek aan doen, hè? Ja. Of niet dan? Lekker, hè? Het is nog lekker, maar er zit toch een onweer in de lucht. Nou. Ik ben benieuwd wanneer het losbarst. Een vlindertje. Een vlindertje. Zien jullie hem ook? Ik wel. Ik hoop dat jullie hem zien kunnen. Ik zie hem, maar ik had niet door mijn scherm. Vlak bij die vlaggenmast. Tenminste bij die vlaggenmast. Parolvoet. Rood, standaard. Wat is het? Ja, en dat is een vlindervanger, hè? Ja, jij bent een vlindervanger, hè? Dan eet je ze nog op ook. Ja, mooi poesjebeest. Smaakt het ook lekker? Ja, oh, dat zal, ik weet niet. Maar oké, lieve vrienden, ik ga lekker een bak. Gekkie! Ik zal dus wat lekkers geven, koekie. En ik ga zelf een bakje koffie maken en ook een koekje erbij. En ik had een stoel eventjes van zijn plek afgehaald. Want ik had vannacht per ongeluk iets kapot gemaakt van mijn vloer. En dat heb ik weer met lijm vastgeplakt. En daar was die stoel dus zo ver van de tafel af. Die staat met de poot op het puntje. Ja, met de poot op het puntje. Ga eens even fietsen. Nou, dat zit goed, hè. Ja, dat puntje was gebroken. Tot omhoog. Nou, het zit nou weer vast. Dus goed gedaan. Ja. Helemaal goed gedaan. Hé, ja, joh, je krijgt. Kom maar aan. Malohond. Nou, kom dan. Water. Moet jij water drinken? Nou, doe maar. Die heeft dus duidelijk dorst. Ah, en hij kan wel met de kap op drinken, hoor. Hij kan er overheen. Hij doet het wel eens vaker. Dan heeft hij zo'n dorst en dan drinkt hij toch met kap om en al. Maar ja, dit is voor hem makkelijker, hè. Ja, dit is voor hem goed makkelijker. Hé, mijn hondje?
Maar hondje. Hé, hey, Wiebes. Wat heb jij te zeuren? Oh ja, moet jij ook wat lekkers? Nou, zal ik dan zo meteen zien wat we hebben? Hé? Hey? Wat ga jij doen? Kap weer om. Ja, zolang ik andere dingen te doen heb nog, ga jij de kap weer om. Als ik klaar ben, dan mag die af en dan krijgen we wat lekkers. Dus ja, ik moet aan de gang, dat merken jullie wel. En ik zeg tot later.